Dit keer staat een parige beweging centraal. Een parig, wat is dat nou weer? Nou, op het eind zul je het vast wel weten. We kijken eerst naar het begrip snelheid. Wat is nou snelheid? Nou, snelheid, dat is hoe ver je komt in 1 seconde. Verplaatsing per seconde. De snelheid heeft natuurlijk ook een symbool, dat is een kleine letter V, van het Engels van velocity, maar ach, je mag ook zeggen van het Franse woord vitesse. Dan blijft in ieder geval de kleine letter V. En de eenheid, het is verplaatsing per seconde, dus meters per seconde. Oftewel, daar staat hij al, meter per seconde. In plaats van meter schuine streep s, kunnen we ook schrijven meter maal seconde tot de macht min 1. Tot de macht min 1 is hetzelfde als per seconde. Goed, let op, hier komt hij. Jawel, een mol op een fiets. Dat zie je niet zomaar, maar hier wel. En erger nog, we laten hem ook nog zelfs fietsen. En iedere keer kijken we hoe ver hij komt na 1 seconde. Nou, en dat is behoorlijk snel. En daar is je wel weer op het eind. We kijken er nog een keer na. Alleen nu vullen we tegelijk eventjes een tabelletje in. Dus per seconde of per tijd vul ik in waar die is. Nou, daar komt hij. Ja, en nou, het is redelijk voorspelbaar zoals je ziet. Iedere keer komt er 2 bij. En dat is eigenlijk dus waar het om gaat. Iedere keer is de verplaatsing in 1 seconde 2. En dat is dus de snelheid. Ja? Hier heb je dus dat de snelheid constant is. En een constante snelheid, als je dat hebt, dat noemen we een eenparige beweging. Ja? Het gaat in gelijke stukjes vooruit, vandaar het woord eenparig. We doen het nog een keer, maar nu maken we tegelijk ook een grafiek ervan. En die grafiek noemen we een plaats-tijddiagram, omdat je de plaats uitzet tegenover de tijd. Ga eerst eens voor jezelf bedenken van hoe zou de grafiek eruit zien als de mol met een constante snelheid fietst. Goed, de grafiek die begint natuurlijk in het punt 0,0. Daar, ja, want hij begint op 0 seconden op plaats 0. En daarna gaat hij fietsen en iedere keer zal de plaats 2 toenemen. En dat zie je dus ook aan de grafiek. Ja, de verplaatsing is iedere keer 2 en dus gaat iedere keer er 2 omhoog. Ja, 1 naar rechts, 2 omhoog, etcetera, etcetera. Oftewel, dan kun je een prachtig mooie rechte lijn doortrekken. En dat is van belang bij een eenparige beweging. Bij een eenparige beweging is het plaatstijdsdiagram een rechte lijn. Even kijken naar snelheid. Wat is snelheid? Snelheid verplaatst per seconde. En als je dat naar grafiek gaat bekijken, de verplaatsing, dat is deze afstand. Ja, deze afstand heeft hij afgelegd in deze tijd. Oftewel, als je die twee op elkaar deelt, die delta x, delta, dat is trouwens een symbooltje wat wordt gebruikt voor verandering van, en hier ook delta t is verandering van tijd. En als je dus dat dan in de grafiek bekijkt, dan kun je daar een prachtig mooie driehoek van doen. En dat betekent, denk even naar de wiskunde, wat betekent het als je de ene zijde deelt door de andere zijde? Dan is dat gelijk aan de richtingscoëfficiënt of steilheid van het gegeven diagram. En in ieder geval van het plaats-tijdsdiagram. Dat is belangrijk. De snelheid is gelijk aan de steilheid van het xt-diagram. Komen we later ook nog op terug als de snelheid niet constant is. In het algemeen, snelheid is afstand gedeeld tijd, maar dit geldt ook voor andere bewegingen als het niet constant is, maar dan gebruiken we niet v, maar de gemiddelde snelheid. Oftewel, altijd kun je opschrijven v gemiddeld is delta x gedeeld delta t, en die delta x is dus de totaal afgelegde weg, en delta t is de totale tijd die daarvoor nodig is geweest.
Nee, hè? Niet nog een keer? Nee, natuurlijk niet. Kijk, we hebben nu namelijk te maken met een VT-diagram. Hoe ziet het diagram eruit als je niet de plaats, maar de snelheid neemt? Ook hier denk ik eerst eens na. Je denkt meestal van, oeps, toch moeilijk, maar in dit geval valt het best mee. Want kijk, ja, de verplaatsing is iedere keer constant. En als de verplaatsing per seconde constant is, dan is de snelheid dat ook. Oftewel, het VT-diagram is gewoon een rechte horizontale lijn. Dus bij een VT-diagram heb je dus dat de lijn horizontaal blijft lopen bij een eenparig beweging. En we kijken even nu niet echt naar de snelheid, maar naar de afgelegde weg. Als v is x gedeeld t, wat is x dan? Dan is x gelijk aan v, let ook op het diagram, maal t, dat t. En waar is dat gelijk aan? Jawel, ik hoop dat je het weet, namelijk dat is gelijk aan het oppervlak onder die lijn. Belangrijk, het oppervlak onder een VT-diagram is gelijk aan de verplaatsing. Ook dit geldt altijd ook voor andere bewegingen die we later zullen zien. Snelheid is dus in meters per seconde, maar een beetje auto rijdt met kilometer per uur. Stel je voor, een auto rijdt 68 km per uur. Hoeveel meter per seconde is dat? Dan gaan we eerst kijken naar 1 km per uur. 1 kilometer is 1000 meter. 1 uur is 3600 seconden. Dus 1 gedeeld door 3,6. Ja, 1000 gedeeld 3600 is hetzelfde als 1 gedeeld 3,6. Oftewel, die 68 km per uur is hetzelfde als 68 gedeeld door 3,6 is 19 meter per seconde. Ja, en dus die gedeeld door 3,6, dat is van belang. Als je van kilometer per uur naar meter per seconde gaat, moet je dus delen door 3,6. Andersom, als je van meter per seconde moet omrekenen kilometer per uur, dan is het natuurlijk maal 3,6. Goed, stel je dus voor, die auto rijdt met 68 km per uur. Hoe lang doet hij dan over 30 kilometer? Eerst eventjes voor jezelf. Bij iedere opgave start je met het opschrijven van de gegevens. Dus de snelheid is gegeven en ik doe het meteen in meters per seconde. En de afstand is gegeven en die doe ik niet in kilometers, maar ik zet ze meteen in meters. Dan, snelheid is afstand gedeeld tijd. Tijd wordt gevraagd, dus die vorm ik om. En tijd is dan afstand gedeeld snelheid. En dan is het kwestie van invullen. En dan kom je dus op 1,6 keer 10 tot de macht 3 secondes. Natuurlijk, als je het uitrekent, dan komt eruit 1600. Maar let op significantie. Ja, twee cijfers significant waren de gegevens. Dus is je eindantwoord ook twee cijfers significant. Een laatste om het af te leren. Hoeveel is de afgelegde weg van dezelfde auto naar nu in 5 minuten? Ook hier natuurlijk. Oké, eerst de gegevens weer. Ja, de snelheid, 19 meter per seconde, die wisten we. De tijd, en let ook hierop, de tijd doe ik weer meteen in seconden. Dan, snelheid is afstand gedeeld tijd en nu wordt afstand gevraagd. Dus snelheid maal tijd. En dat vul ik in. En ik kom op 5,7 keer 10 tot de macht 3 meter. Oftewel 5,7 kilometer. Nou, gedaan? Ja, gedaan. We duiken onder, want het is het einde. Tot ziens.